Een hele goede morgen. Ik heb Jordi nu enigszins in slaap gekregen, want hij heeft al de hele ochtend last van schreeuwende buikpijn. Ik heb buikmassage alles gegeven, ik heb er ook wat uitgekregen, maar het is niet je van het. Dus nu laat ik hem maar even slapen, want het is vrij intensief die buikpijn. Daar word je ook gewoon moe van. Dus dat. En ik denk dat we vandaag thuis blijven. Ik moest eigenlijk nog zijn medicijnen ophalen. Maar dit laat ik Niels even doen straks. Dan laat ik hem nou weer even slapen. Want het is gewoon niet leuk voor het manneke. Ik was ook een afspraak vergeten. Omdat het dus zo druk is nu op dit moment met Jordi zijn buikpijn spoelen enzovoort. Daar heb ik ook even gebeld en uitgelegd. En dat was ook goed. Er was een afspraak voor zijn ogen. Optometrist. En ik denk dat zij wel begrip daarvoor heeft. Ik ben nog nooit een afspraak vergeten van Jordi. Nog nooit. Maar er speelt nu zoveel in verband met Jordi zijn darmen. Dat ik daar gewoon... Daar ben ik gewoon vergeten. Dus ik ben blij als het woensdag is. Dan weten we meer. Dan kan ik jullie ook meer vertellen. Want alles wat ik nu kan vertellen is heel algemeen. Ik wil het wel voor Jordi's verhaal zo duidelijk mogelijk vertellen. Want ik kan wel met een algemeen verhaal aankomen. Maar daar heeft niemand iets aan voor duidelijke uitleg. Want niet elk ding is hetzelfde voor iedereen. Dus... Maar we gaan het gewoon heel even nog uitzingen. Het is gewoon heel lastig dit. Het wordt ook steeds erger, lijkt het wel. Zijn buikpijn. Dus ik weet niet wat ik hiervan moet denken eigenlijk. En dan ga ik woensdag ook allemaal aangeven hoor. Net dat ik ook de vrouw van de... oogheelkunde eraan en die hoorde Jordi ook huilen. En die zei ook van, nou, zegt ze, dit gaat wel door merg en been. Ik zeg, ja, inderdaad, zeg, dat klopt. Ik ga hem heel eventjes op zijn bedje leggen. Jordi slaapt nog. En die ga ik nu heel even wakker maken. Kijk hoe schattig. Niels is nog niet thuis, maar Jordi had zijn soepje gemist. Dus we zijn nou al aan het eten. Of tenminste, Jordi is al aan het eten. En ik heb piri-piri gemaakt, gewoon een pak van knor. Ik denk dat is makkelijk. Blij toe dat ik niet te moeilijk heb gedaan, want ik heb de... Ik heb nadat Jordi geslapen heeft, hij heeft ongeveer een uurtje geslapen, heeft hij daarna nog even gejankt. Dus ik moest even gauw mijn eten klaarmaken. Maar tot nu toe vindt hij het lekker. Ik heb er ook, want er zit tomaat en komkommer bij. En die heb ik ook gewoon doorheen gemalen. En hij vindt het helemaal het einde. Hij vindt het lekker, hè? Ja. En ondertussen kijkt die Boomba, want hij is een beetje van zijn waps. Ik denk, dan kan hij gewoon eten. Want hij heeft niet goed, hij heeft oké gegeten, maar niet goed. Maar tot nu toe, hij vindt het lekker, hè? Zit je lekker op de kou, hè? Mama had het iets grover gemaakt dan normaal, hè? Ja. Hap. Goed zo. Nou, hij eet het goed. Dus ik ga hem eventjes verder zijn eten geven. We gaan even verder eten, jongeman. Lekker eten, hè? Ja.
Niels is inmiddels thuis. En we hebben gegeten. Jullie heeft ook goed gegeten. En nu is Jordi samen met papa aan het spelen. Ja. Die had ik gemist. Kusje. Papa kus. Ben je weer op je brommelpaard? En? Je richtige gezicht. En de... Vind je ook leuk als papa zo doet schoppen? Kusje. Die twee gaan nog even lekker verder spelen samen. En in zijn gezicht doen. Ja, daar word je moe van tandenpoetsen, hè? Ja, dat doe je goed. Lekker tandjes poetsen. Jordi heeft wel moeite gehad om in slaap te komen. Ik denk een half uur of drie kwartier. Drie kwartier denk ik. En toen sliep hij eindelijk. Hij heeft eigenlijk voor de rest de hele avond lekker geslapen. Ja, lukt wel. Daardoor kon ik poetsen beneden. En jij bent gaan sporten op een gegeven moment. Mm-hmm. Toen hij eenmaal sliep. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel meer gedaan. Nou liggen we lekker op bed en gaan we lekker slapen. Ja. Welterusten allemaal. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Volgens mij heeft Jordi vannacht op zijn vuisten geslapen. Want ik weet niet of jullie het zien. Ja, wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Het is helemaal rood onder zijn ogen hier en hier. Ik kijk het even aan. Anders dan dadelijk komt de fysio. Die zal wel zeggen, heb je hem op zijn ogen gemapt of zo. Maar hij is zo wakker geworden. Ik had vroeger ook als kind hoor, dat ik wel eens met een blauw oog wakker werd. Maar ik weet het niet. Heb je op je vuisten geslapen? Hey. Heb je op je vuisten geslapen? Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Want het zit ook hier. En je zou dan echt zeggen dat hij dit heeft gedaan. Maar ik weet het echt niet. Wat ben je aan het doen? Niet over je nek gaan, hè? We zullen het zien. We wachten het even af. Kijken of het nog een beetje wegtrekt. Of ik moet met concealer aan de gang. Dat kan natuurlijk ook. Morgen hebben we wel die afspraak bij de chirurg. Die zullen wel denken. Maar als het straks niet minder wordt, dan bel ik even de huisarts op om te vragen wat ik het beste kan doen. Want ja. Ik heb dit nog nooit meegemaakt bij Jordi. Nog nooit.
Wat heb jij nou aan je ogen gedaan? Ja? Wat heb jij nou gedaan? Ik laat hem nog heel eventjes naar juf Roos kijken. En dan moet hij dadelijk weer concentreren. Ik ben nu even Jordi zijn flesje aan het geven. Hij heeft fysio goed gedaan. Zijn oogjes zijn iets aan het bijtrekken, niet helemaal. Ik heb wel even de huisarts gebeld. En als het niet erger werd en hij reageerde niet anders dan normaal, was het gewoon prima. Dus ik weet niet wat hij heeft gedaan. Het fysio ging verder goed. We hebben met hem gekropen over de grond. En veel geoefend weer. En de komende 2 weken hebben we even geen fysio. Ze heeft vakantie. Dus wij hebben ook fysio vakantie. En ik kon de fysio ook niet filmen, want ik heb er zelf heel intensief meegedaan met Jordi. Dat was ook wel belangrijk. En nou gaat hij lekker slaapje doen. Flesje op. Ik moest wel even alle zeilen bijzetten om hem wakker te houden. Dat wel, maar het is me gelukt en nu slaapt hij lekker. Er is weer iemand wakker. Ben je wakker? Ben je weer wakker, schat? Heb je een lekker slaapje gedaan? Mama lag ook bijna te slapen. Toen hoorden ze jou. Ja. Ik ga hem eens even uit bed halen. Mijn meneertje wil de telefoon. Wij zijn even naar de winkel geweest. Ja. Ja. En hebben heel eventjes broodjes van morgen gehaald. En gezorgd dat Jordi weer eten heeft, hè? Pyjama, papi. En dan gaan we dadelijk eten, hè? Ja. Jordi gaat lekker macaroni eten. Mama van de week gemaakt, hè, schat. Dat had ik in de vriezer gedaan. Vind jij lekker, hè? Ja. Kijk, mama, kus. Krijg geen kus. Wat is dat nou? Kijk, mama, kus. Dankjewel. Oh, dat is lief. Oh, nee, oké. Nee, maar dat is mooi. Heb je nog iets te vertellen? En straks komt papa weer thuis. Ja. Straks papa weer thuis. Jordi, kijk mama eens aan. Zo doen we jou lachen laten, hè? We doen jou laten lachen. Lekker stuk. Dat is mama's lekkere ding, hè? Doe nou zo. Zo lief. Je bent lief. Hoe het met zijn ogen is, het zit er nog steeds. Zoals jullie zien. Alleen het is wel iets minder. Maar ik weet nog steeds niet wat hij gedaan heeft. Maar we gaan gewoon kijken hoe het zich ontwikkelt. Zo, Rilletje weer terug. Ja, zo, dan zien we weer wat. Ja, ik ga heel eventjes met hem spelen nog. Heel eventjes klappen in de handjes gaan we doen. Klappen in de handjes. En dan is het tijd voor te eten weer, denk ik. Ik ga nu editen en dan ga ik gelijk de ups en down uploaden. Dus wij sluiten hem bij deze ook af. Ik ga Netflix kijken.
Jordi die is in slaap gekomen en heeft tot nu toe gewoon doorgeslapen. Morgen. Dat komt ook dat hij zijn lekker badje heeft gehad van tevoren. Ja, jij hebt hem lekker warm bad gegeven. En hij was ook moe. En morgen hebben we een gesprek met de chirurg. Daar maken we een extra video over. Ik denk dat we een gedeelte in de auto doen. En dat ik daarna de rest vertel thuis. Mm-hmm. En dat die donderdag online komt. Dus dan hebben we donderdag een extra video met uitleg wat er is verteld bij de chirurg. Ja. Dus ik ga eventjes deze ups en down editen en we sluiten bij deze af. Alvast wel trusten. Wel trusten. En tot de volgende keer. Tot de volgende ups en down.